Breda Nu. Je weet het meteen. We hebben nu vertegenwoordigers van het Soeke, Nijkevers en Tjongejonge hier op het podium. En dan ga ik over tot het bekendmaken van de derde plaats. Stel de lasten, dit jongens, stel de. En dat is niemand minder geworden dan het Soeke met 235 punten. Jos van harte proficiat. Een mooie derde plaats. En dan, de spanning stijgt, de tweede plaats. En het is een band met wie ik uiteindelijk mijn allereerste en ook mijn enige cd heb opgenomen. En dat is niemand minder als de Jeugdkapel. Tjongejonge met 244,5 punt. Tweede plaats, geweldige prestatie. Dankjewel. Van de eerste plaats en dat houdt tevens in het winnende lied voor carnavalseizoen 2015-2016. En het is niks minder dan de Tuurpiekbokaal. En het is de Meikevers met 251,5 punten. Dave van harte proberen. Peter! Kom! Eindelijk! Eindelijk! Is het moment voor mij, Jezus? En wij roepen natuurlijk de Nijkevers op. Peter! Instrumenten te halen. En natuurlijk gaan we hier dadelijk het winnende nummer nog presenteren. Loklaassen in de tekstschrijver van het Lintenstadion. Proficiat Ron. Felicitaties van de jury. Graag alle mensen van de Meikevers hun instrumenten halen. En dan gaan we dadelijk hier het nummer nog één keer tegen horen brengen. Het winnende nummer van de Meikevers. Geweldig, Meikevers. Ik zie ook gelijk een praktisch probleem. Want als jullie elke keer het winnende lied moeten vertolken, dan moeten we wel met twee bussen rijden. Maar dat gaan we wel oplossen in de toekomst. Nogmaals proficiat. En we gaan nu luisteren naar het winnende lied. Carnaval 2015-2016. De Meikevers. Ja, daar komt ie aan! De grote drom zie je daar komen. Ja, de Soes, maar die... Die had niet verwacht dat wij zouden winnen. Ik denk dat hij onder huis is, man. Ja, ja, ook. Meikevers, van harte proficiat met deze schitterende overwinning. Voor de 11e keer doen ze mee. Vele malen tweede. Vandaag winnen ze de Tuurpiekbokaal met het schitterende nummer. Van harte welkom. Tekstschrijver Ron Klaassen, componist Dave Sterrenberg. Gezongen door Peter Nederlands en Dave Sterrenberg. Peter hier is. Ja, ik moet het jou weer geven, jongen. Dankjewel. Ja, daar komt ie. Somebody.
Mijn voorgangers hebben hier altijd wat moois weggezet en ik ga ervan uit met zo'n geweldige kapel, Raad van Elf, dat ook dit jaar zeker weer gaat lukken. En ook ik ga dan mijn uiterste best voor doen. Het is fijn om hier weer te zijn in het Ginneke. Dan wil ik eerst die meneer verzoeken om het masker af te doen. Die meneer, gaan we ruzie maken? Ja, we gaan ruzie maken. Oké, dan mag ik u verzoeken om het masker af te doen om u een klein beetje kenbaar te maken naar het carnavals binnen het publiek. Jawel, jawel, applausje, applausje. Jawel, en dan komt u vanzelf aan de beurt, hè? Ja, ik moet wel. Oké, kijk, hier is hij. En dan hebben we de hofdames. Oh, dat ziet er mooi uit zo al, hè? En zonder masker misschien nog wel mooier. Mag ik de hofdames verzoeken hun masker af te nemen? Ja, ja, kijk, kijk, kijk. Over natuurlijk onze baron. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb dan die kleding al gezien. Maar dat wil eigenlijk niet veel zeggen. Want het kan best zijn dat het helemaal iemand anders is dan wat u voor ogen heeft. Meneer de baron, mag ik u verzoeken om uw masker af te nemen? Ja, komt-ie! Jawel, baron 4!